De PlayStation 5 wordt er duurder. Met ingang van vandaag gaat de adviesprijs van de console van Sony met 50 euro omhoog. Dus de disc-drive editie gaat je 550 euro kosten en de digitale versie wordt 450 euro. Sony zegt dat dit komt door de aanhoudende inflatie en de ongunstige wisselkoersen. Nou ja, sowieso een PlayStation 5 scoren is al lastig en dan wordt dat kring nog duurder ook. Nou, Wil op de hoogte blijven met alles rondom je favoriete games en dit soort dingen? Volg dit kanaal.